Een blote jonge vrouw die enthousiast door een weiland rent, begeleid door een koe. Het Verlossum, kunt u mij horen? Even kijken, we hebben een vraag binnengekregen die gaat over de gemeenteraadsverkiezingen. Ik vond het wel een leuke bedacht. Ja, ik wou sowieso iets over die gemeenteraadsverkiezingen zeggen. Ik heb even een vraag van, even kijken, hoe heet deze jongen? Nick, en dan woont ook in Utrecht. Nou, leg het zelf even uit. Beste Tom en Maarten. De gemeenteraadsverkiezingen staan weer voor de deur. En dat heeft als gevolg dat er ontzettend veel verkiezingsposters te zien zijn in de stad. Zo ook in mijn gemeente, de gemeente Utrecht. En ik kan me heel goed voorstellen dat het gebruik van een poster voordelen heeft als politieke partij. Is natuurlijk een mooi medium om te laten zien van waarvoor je staat, wat je standpunten zijn en wat je wil gaan bereiken de komende jaren. Maar als ik even een snelle blik werp op de posters die ik vooral voorbij zie komen, dan zie ik eigenlijk een heel eenzijdig beeld ontstaan. Ik zie ten eerste heel weinig verschil tussen de partijen. Er wordt heel weinig gecommuniceerd in de poster. Het is vaak een gebiedende wijs, stem en dan de naam van een partij. En ik zie eigenlijk ook vrijwel geen verschil in foto- of illustratiegebruik. Dus ik was wel heel erg benieuwd wat Maarten nou eigenlijk vindt van de verkiezingsposter in het algemeen. Denk Maarten dat het zin heeft om deze te gebruiken, om op te hangen, om te laten zien waarvoor je staat? Wat is de geschiedenis hiervan? Hoe is dit ontstaan? Wanneer is het begonnen? Welke partijen zijn hiermee begonnen? En zijn er in het verleden misschien wel goede voorbeelden geweest van posters die wel echt tot actie leiden? Nou, ik ben hartstikke benieuwd wat jullie daarvan vinden. En alvast hartstikke bedankt. Groeten, Nick. Nee, posters zijn totaal zinloos. Ik meen zelfs dat er een wet is dat hoe meer de partij geplakt heeft, hoe minder stemmen die krijgt. Oh. Omdat je dan, van dat zijn dan kleine partijtjes en die zijn enorm enthousiast en die gaan de hele nacht gaan ze illegaal plakken. Want je weet, je mag niet zomaar overal plakken tegenwoordig. Dat is streng verboden. Er zijn officiële grote borden waarop de plakaten geplakt moeten worden. Hebben die plakaten enige zin? Je kunt die, als je aan de andere kant van het park staat, zo'n ding. Er zitten wel, weet ik veel, 16 van die verkiezingsposters op. Dat is natuurlijk totaal zinloos. Lijken die allemaal op elkaar? Ja, zijn ze allemaal even lelijk? Ongetwijfeld. Ja, de enige die in Nederland wereldberoemd geworden is natuurlijk die blote jonge vrouw met die koe van GroenLinks, wat toen de PSP was. Dat is wel een meesterlijke plaat. Eigenlijk zou ze die overal moeten gebruiken. Hoe zag die eruit? Ja, dan moet je even opzoeken op je telefoon. Op Wikipedia. PSP, ik denk begin jaren 70. Een blote jonge vrouw die enthousiast door een weiland rent, begeleid door een koe. Het zou nu zijn wat Caroline van der Plas zou moeten doen. Bloot. Ja, ik ben niet geneigd om dat een succesvol idee te vinden. Het enige wat ik nu vind is een naaktmodel PSP-poster overleden in 2013. Saskia Holleman was het. Ja, het is natuurlijk ook voor de hand liggen, want toen was ze waarschijnlijk. Oh, ik zie hem hier, ja. Kijk. Nou ja, moet je kijken. Dat is, vooral die koe, die is enorm inspirerend. Ja, dit trekt wel de aandacht, ja. PSP ontwapenend staat. Ja, wacht nou even. Maar dit was begin jaren 70. Ja. Dus dat sloeg in als een bom. Ja, hoe werd een beetje ongelukkige vergelijking onder de huidige omstandigheden. Maar hoe werd hierop gereageerd dan toen? Nou ja, je weet in het begin jaren 70 dat de fatsoensrakkers natuurlijk verschrikken als schandelijk. En hoe is dit mogelijk? En moet direct verboden worden. En de overheid moet het overal af laten trekken. Maar dat soort van dingen. En voor de rest van de mensen het wel leuk natuurlijk. Maar als je dit nu zou doen, zou het ook nog opvallen? Ja, het zou nu een beetje opvallen, maar veel minder dan toen. Nou ja, naakt iemand op een poster, wordt er al over gesproken. Weet je nog Thierry Baudet aan het zwembad? Ja, dat. Ja. Dat was geen poster, maar dat was ook Ik wou net zeggen, ik heb dat nooit gezien. Op een of andere manier ben ik daarvoor geestelijk gespaard gebleven. Ik denk dat de kwaliteitskrant het wel afgedrukt heeft. Zou je denken? Ja, dat weet ik zeker. Nou ja, daar hebben we het eerder over gehad. De kwaliteitskrant heeft ook daar wel een paar lelijke, verkeerde passen gemaakt. Ik denk dat Tom Jan Mees zo meteen weer voorbij gelopen komt. Als wij NRC noemen, dan loopt hij... Mees heeft zich nooit vergist, maar de kwaliteitskrant wel. Okay. Want die heeft ook... Dat was een periode dat je de ene na het andere artikel over Baudet met klaroengeschal en spectaculaire foto's van reusachtige piano's erbij. En, ja, hij kan nu geschorst worden, hè? Ik heb op het punt gestaan om te zeggen, het is klaar met de kwaliteitskrant.
Ik stopte mee. Terug naar de Volkskrant. En toen was het ineens vrij plotseling afgelopen. We hebben nog één keer Hiddema gehad en toen was het afgelopen. Maar Hiddema valt wel mee, toch? Ja, en wat Hiddema daar precies te zoeken heeft, is maar een raadsel. Bij mijn weten is die in de afgelopen... Volgens mij gaat het helemaal puur en alleen om het pensioenvorming. Oh. Puur, hij stijft zich tegen alle standpunten die FVD heeft uitgedragen de afgelopen 1 of 1,5 jaar. Heeft hij oppositie aangetekend, dus wat hij daar te zoeken heeft, begrijp ik niet, ja. Oké, okay, naar de posters nog even terug. En... Ja, die posters, dat is een volkomen zinloze onderneming. Zeker omdat ze nu alle 16 of 20 of 24 bij elkaar hangen. Ja. Overigens maak ik er altijd even een foto van. Zodat je door de jaren heen een heel aardig beeld krijgt van het verloop van de verkiezingen. Hij zegt er wordt veel aandacht besteed aan de verkiezingen. Nou, het opmerkelijke is natuurlijk dat er geen enkel aandacht aan besteed wordt. Omdat natuurlijk de hele Oekraïnezaak zo dominant aanwezig is. Dat de leidende politici hebben dat er niet over. De journalisten zijn er niet bijster in geïnteresseerd. Het is natuurlijk meestal een puur lokale zaak. Wie is er geïnteresseerd in de vraag of een rotonde bij Boksmeer wel of niet op tijd klaarkomt. Wie is er überhaupt geïnteresseerd in die bekende partijtjes van Zwanenwater vooruit, Zwanenwater nog harder vooruit. Nu alle tegels rechtleggen in Zwanenwater, nou, dat dit type van lokale politieke kwesties. Dus nee, het is, ik denk eigenlijk dat de opkomst, die was namelijk 4 jaar geleden, was die, 4 jaar geleden, 19 was het hè, 22, nee. Ja, inderdaad. Ja, waar is uitgesteld of zo. Nou, hoe dan ook, ik ben even in de war met de jaren. Maar de vorige verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen, daar was de opkomst heel behoorlijk. Ik denk dat dat terug zou vallen. Omdat nu? Natuurlijk, ja. Hoezo dat? Minder interesse. Er waren toen ook de nationale politiek die... gaf toch meer impuls om er werk van te maken. Ja, dat zou je nu ook kunnen zeggen. Je zou ook kunnen denken, door de toestand in Oekraïne moeten we blij zijn. Kijk, dat is natuurlijk altijd een neiging, zeker ook bij de landspolitiek en in de landelijke pers, om dan die gemeenteraadsverkiezingen te zien als een soort examen van het nieuwe kabinet. Dat zit er per slotverrekening ook pas net. Maar ik denk niet dat dat nu het geval zal zijn, eerlijk gezegd. CDA heeft al laten weten dat ze bang zijn om klappen te krijgen. Ja, maar dat is hun eigen schuld. Hè? Ja, als je natuurlijk zo'n stom beleid voert als het CDA de afgelopen 10 jaar heeft gevoerd, dan moet je wel rekenen dat je klappen krijgt, ja. Ja, maar door het landelijke beleid, daar kunnen de lokale politici natuurlijk niet echt iets aan doen. Ja, dat geldt zo net zo goed voor de Partij van Arbeid natuurlijk, die Rutte 2 een potje van heeft gemaakt. Dat straalt onvermijdelijkerwijs ook af op de lokale politiek. Dat is alweer zo lang geleden. Kun je niet iedere keer mee bezig. Je kunt niet boos blijven, heb je gezegd. Zeker. En ik ben zelf een voorbeeld van de bijzonder vergevingsgezinde empathie die in dit geval noodzakelijk is, doordat ik toch weer lijstduwer van de PvdA in Utrecht ben geworden. Maar ik kan je verzekeren, het is de laatste keer dat ik dat gedaan heb. Waarom? Behalve, dat moet ik er nog even bij zeggen, mocht ik 100 worden, dan wil ik nog wel 1 keer lijstduwer worden. Dat ga je niet meer doen. Je gaat niet meer lijst duwen de volgende keer. Ook niet bij landelijk. Nee, ook niet landelijk. Nee. Alleen als ik 100 word. Dus dat is nu nog 21 jaar. Ja, maar dan weet je niet van tevoren of je dat wordt. Nee, daarom zeg ik het ook. Ik acht de kans heel erg klein. Ja. Maar als ik 100 word, wil ik dat wel belonen. Okay. Bij mezelf door lijst duwen te worden. Maar vind je jezelf te oud of vind je het niet meer leuk? Of vind je het vervelend? Dat je het niet meer wil doen? Nou, ik heb heel ambivalente gevoelens over de hele lijstduwerij, eerlijk gezegd. Ja, want dat is natuurlijk, de lijstduwers, dat zijn meestal bekende personen, wiens solidariteitsverklaring aan de partij waar zij de lijst duwen, niet waar wordt gezien als een waardevol politiek feit. Maar of dat zo is, is maar heel twijfelachtig, dat is punt 1. En punt 2, wat er verkeerd aan is, je staat op de lijst, maar je wil helemaal niet gekozen worden. Ik ben al eens een keer gekozen hier. Ja, dat heb je verteld. Ja, dat kostte de grootste moeite om er weer uit te komen. Ik zag je wel ook op het, want we hebben het nu over posters, maar ik kreeg in de brievenbus van de week ook zo'n flyertje. Daar stond je ook op. Overigens ook van het CDA en de VVD hier in Utrecht. Oh ja? Ja,
Van die, heb je dat niet gezien van jezelf? Nee, ik heb geen flyertje gehad. Zo'n A5'je. En dan stond het op de voor, ik weet niet wat de leus hier in Utrecht is. Maar daar stond voor, volgens mij weer, het moet weer voor de stad moet weer voor iedereen worden, zoiets. Daar stond jij ook beneden, met een fotootje. Oh, nou ja, met het idee natuurlijk, dat gaat helpen. Mensen halen zo'n flyertje uit de bus. Hey, Maarten van Hossum. Dat is die man van die leuke podcast. En dan, nou, hey, Thea. We gaan dus niet op de dierenpartij stemmen. Het wordt toch de PvdA. Die van Rossum staat erop. Die vind jij ook zo leuk. Maar denk je dat dit meer effect heeft, zo'n flyertje in de bus, dan zo'n poster? Het heeft allemaal nul effect, volgens mij. Hmm. Dan heb je ook nog de lokale partijen waarop je kunt stemmen, hè? Ja, maar daar is het vaak heel lastig om erachter te komen waar ze voor of tegen zijn. Kijk, bij die landelijke partij heb je nog een vaag beeld van, laten we zeggen, het ideologische raamwerk, maar natuurlijk. Bij de tegelrechtleggers heb je dat absoluut niet. En ja. Meestal zijn dat middenstandspartijen die meer of minder winkels in de winkelstraten willen of dat soort van dingen. Ja, maar dan heb je bijvoorbeeld. En enkele malen hebben ze natuurlijk ook groot gelijk, omdat de gemeente van plan is een natuurgebied te verpletteren onder boerderettes of zo. Dat kan. Ja, maar er staan vaak mensen, neem Alf van der Rijn, heb je bijvoorbeeld, nou, noem eens wat, lokaal Alf van der Rijn, ik weet niet of dat bestaat, maar dan denken mensen, oh, ik ken die persoon die daar staat, daar ga ik op stemmen. Ongeveer. Nou ja, dat heel veel mensen zijn gevoelig voor, die ken ik wel, dat is natuurlijk ook de kwestie met de lijstduur. Ja, ja. Hè? Die is niet anders. Maar dus eigenlijk onverstandig om dat te doen? Ik zou mijn stem er niet van af laten hangen, of een bepaalde persoon die ik wel aantrekkelijk vind, de lijstduwer is. Ja. Sowieso heb ik het heel weinig last van het aantrekkelijk vinden van mensen in de openbare ruimte. Dus dat, ja. Is het zo dat het maar het landelijke beleid van een politieke partij hoeft niet te betekenen dat nee, ze dat lokaal ook doen? Nee, helemaal niet. Want ik in dit geval, als dit landelijke verkiezingen waren, zou ik nog niet op de Partij van de Arbeid stemmen. Maar omdat het jonge, ambitieuze enzovoort mensen zijn en die lokaal actief zijn, ben ik wel bereid om lijstduwer te zijn. Ja. Heb je medelijden met Volt? Dat ze toch voor de verkiezingen. Nee, ik heb geen medelijden met Volt. Die hebben toch flinke klappen nu gekregen? Ja, hoe komt dat? Dat is zelfbeschadiging. Hè? Dat is ook een bepaald soort ziekte, geloof ik. Dat je met een aardappelschilmesje jezelf snijdt. Ja. Nou, dat is de Volt ook gedaan. Dit was niet nodig geweest. Als die rechter al zegt van nou, men heeft wel erg haastig gehandeld en het moet ons bekeken worden en ze kunnen best samen door een deur. Al begreep ik van juristen dat die rechter dat eigenlijk ook weer niet kon. Maar hoe dan ook, ze hadden dit niet uit de hand moeten laten lopen. Ze hebben zichzelf enorm beschadigd. Nu is er een mediation traject. Ja, dus dat gaat ook weer even duren. En Dassen moet dat gaan. Die heeft zijn excuses aangeboden aan die mevrouw, hè? En nou, we gaan heel sympathiek. Maar goed, het had nooit moeten gebeuren. Nee. Maar het schijnt zo te zijn dat ze die mevrouw die zagen aan de stoelpoten van die Das. Hè? Die heeft een interne bericht al eens gezegd. Die is niet geschikt. Die moeten we niet hebben. Ik vertaal het even mijn eigen woorden. Maar. Ja, nou ja, dan is misschien die selectie van die mevrouw niet zo handig geweest in eerste instantie. Maar als ze er eenmaal zit en ze is gekozen als Kamerlid. En je zit lekker in de lift als partij, dan moet je dat natuurlijk niet gaan verklooien op de manier waarop zij dat gedaan hebben. Nee. Zij heeft eerder bij D66 gezeten. Ja, heel veel mensen in de politiek zijn zwervers. Ja. Ja. Die hebben zijn, Halsema, die heeft bij de Partij van de Arbeid gezeten, die heeft volgens mij D66 gestemd. En tenslotte is ze bij GroenLinks terechtgekomen, dus dat ja. Oké, laten we dat even voortschrijdend inzicht noemen voor het gemak. Dat kan, dat mag. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die in de ene partij hun ambities niet waar kunnen maken en dan proberen ze het elders. Ja. Maar bij D66 vonden ze het wel grappig, want ze kenden daar het imago van deze mevrouw, die dus nu in dat conflict betrokken is. En ze hadden al problemen met haar gehad. Ja, dat klopt. Ja. Dus de dominantie wordt vaak genoemd en zou ook een kwade dronk hebben. Dus daarom hadden ze bij de Volt-verkiezingen geen kwade dronk. Kijk, mensen die een kwade dronk hebben, moet je nooit nemen in de politiek. Ja, dit schreef de Telegraaf overigens, maar op basis van bronnen. Oh. Bronnen die niet naar voren willen stappen, die willen het anoniem doen. Ja, daar heb je het al. Anonieme bronnen. Maar bij de laatste verkiezings, toen ze dus meededen bij de landelijke verkiezingen, was er schijnbaar geen drank bij die verkiezingsavond, omdat ze bang waren dat zij te veel zou drinken en dat dan dat journalisten daarbij waren, et cetera. Dat klinkt me niet verschrikkelijk betrouwbaar in de oren, dat je dan niet gewoon een pilsje schenkt. Maar. Nou, ze schijnt naar twee glaasjes schijnt ze al helemaal. Dat, nogmaals, staat in de Telegraaf, hè? Ik wou net zeggen, dit is.
Ik zou het niet altijd serieus nemen als ik jou was. Het klinkt ook weer zo enorm kinderachtig in de oren allemaal. Hoe dan ook, Volt heeft zichzelf enorm beschadigd en het had niet moeten gebeuren. Ik ben niet geneigd om dat een succesvol idee te vinden. Ik zei u al, de Duitsers gingen door met het bombarderen van Engeland. De Tweede Wereldoorlog door de ogen van Maarten van Rossum. Omdat de Duitsers eigenlijk nog een vrij omvangrijke vredeseconomie hadden. Dus alle kappers en verkopers in kinderspeelgoedzaken en nou ja, taxichauffeurs, u kunt zich er van alles bij voorstellen, duivenmelkers. Download het luisterboek via de link in de beschrijving. Al die lui hadden niks meer te doen, het centrum van Hamburg was verdwenen, dus die konden gebruikt worden. Want het was het centrum wat gebombardeerd was, niet de periferie met de industriële bedrijven, het centrum.